Onder ruime publieke belangstelling werd voor het eerst getraind dit seizoen. Voor de aanvang van die training ontbeten onze spelers samen aan tafel en vertelden ze 100 uit over hun verlof. Het was een heel goede vakantie. Het heeft deugd gedaan en we hebben de batterijen kunnen opladen. I went to America for 2 weeks to visit my brother. So it was a relaxing holiday with some good weather. So yeah, it was a nice holiday. Voor veel spelers was de afgelopen periode het moment om rustig met het gezin door te brengen. Maar Stijn de Smet moest met een onvoorziene omstandigheid rekening houden. Ja, wel voor een stuk eigenlijk, want mijn zoontje had zijn been gebroken, dus het was misschien niet het ideale moment, maar ja, ik ben toch even op vakantie kunnen gaan met mijn vrouw. Voor onze coach was de eerste training, de eerste oefensessie, een nieuwe functie. De trainer was tevreden met de groepsfeer op de eerste trainingsdag. Ik ben zeker niet zenuwachtig. Ik denk dat ik daarvoor al lang genoeg in de voetbal zit. En ik vind toch dat we ergens al een huiselijke sfeer hebben. We zitten mooi samen met de bestuursmensen en de spelers. Ook alle mannen van de technische staf samen ontbijt te nemen. En dit gebeurt op een toffe manier. Voor onze kern was het de eerste training onder Yves van der Hagen als nieuwe coach. Onze spelers zien de samenwerking vol vertrouwen tegemoet. Ja, zeker. Ik denk dat, dat we de nieuwe trainer toch al allemaal kennen. Dus, ik heb er al een jaar mee gewerkt, dus ik denk dat het niet echt een verrassing is dat Yves van der Hagen hoofdtrainer is. Ik denk dat het een beetje een logische keuze was. Ik denk dat het ideaal moment was voor Yves. Ik denk dat hij zijn kans verdient en we zaten wel heel goed. Net zoals elk seizoen kon de kern op een ruime publieke belangstelling rekenen. De eerste kennismaking tussen fans en spelers legt de basis voor de wisselwerking voor de rest van het seizoen. Je ziet toch dat de supporters telkens de zondagmorgen aanwezig zijn en dat het echt wel leeft. En dat ze toch ergens meeleven met de groep, met KVK. En dat we dan toch deze start en deze nieuwe seizoen kunnen tonen aan de supporters dat we er terug klaar voor zijn. Met de nieuwe coach aan het roer wil onze kern er komend seizoen opnieuw helemaal voor gaan. Onze doelman heeft er alvast het volle vertrouwen in. It also gives the opportunity that there's not too much change, also because we have a lot of players leaving, but we also have a lot of players coming back. So hopefully the good things will continue and we can still finish better than we did last season. Onze coach ziet het komend seizoen vol vertrouwen tegemoet en dit met duidelijke accenten. Hetgeen dat we in de afgelopen jaren toch gebracht hebben met heel veel positief en aanvallend voetbal, proberen te evenaren en de supporters tevreden te stellen met positief en wervelend voetbal. Ook we gaan proberen aanvallend voetbal te brengen en hopelijk kunnen we ze heel veel doelpunten geven.